Ik zat in de derde klas van de basisschool en ik zat op judo en ik had mijn eerste toernooi gehad en ik had een prijs gewonnen. Kijk, dit is het. Trots als een pauw ging de volgende dag naar school. Juf, kijk eens wat ik gewonnen heb. Weet je wat ze als eerste zei? Wat een lelijk ding, zeg. Het lijkt wel een kompas. Au, die kwam wel even binnen, zeg. Moet je, je voorstellen? Dat is zo lang geleden ik kan me nog herinneren. Kun jij nog woorden herinneren die tegen jou gesproken zijn, misschien lang geleden? Positieve, of misschien juist wel hele negatieve. Kijk, de woorden die ik tegen andere mensen spreek, die onthoud ik niet goed. Want die woorden verwaaien, die gaan bij je vandaan. Maar de woorden die anderen tot mij spreken, ja, die, die komen binnen, die blijven hangen. Het wijsheidsboek Spreuken zegt het volgende: Een vriendelijke uitspraak is een korf vol honing. Zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam. Spreek vandaag bewust vriendelijke woorden die de ander echt goed doen. En daarom wens ik jou voor vandaag een hele zoete dag toe. Hoi. Ach ja, misschien had ze wel een beetje gelijk die juf. Het is ook niet zo'n mooi ding of een lelijk ding eigenlijk. Maar dan hoef je toch nog niet te zeggen.